De regering heeft gisteren met de aanpassing van de COVID-19-maatregelen de avondklok per vandaag 21 februari opgeheven. Suriname staat vanaf 29 maart 2020 in verschillende vormen van avondklok. Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid gaf in een persconferentie aan dat Suriname in een veel betere epidemiologische situatie van het COVID-19-virus zit. Suriname bevindt zich niet meer in code paars, maar nu in code oranje. Ook code zwart bij de ziekenhuizen is opgeheven. We hebben de samenscholing die gesteld was op 10 tot heden ook aangepast. Naar 50 personen. En uiteraard houden wij ook rekening en zal dit ook gemonitord worden en geëvalueerd worden. En dit is wel ook een van de maatregelen. Een andere maatregel is dat het uitvaarten en rouwzittingen gesteld waren op 25 personen. En dat is dus nu ook gelijk getrokken naar 50 personen. Met natuurlijk de geldende preventieprotocollen. Ik wil benadrukken dat de preventieprotocollen waar het ministerie van Volksgezondheid maandenlang aan heeft gewerkt met de deskundigen nog steeds worden toegepast en nog steeds leidend zullen zijn, ook bij de handhaving. Dat zult u zo met een van de minister van Justitie en Politie vernemen. Maar dit is wel heel belangrijk om te weten dat het opheffen van het uitgaansverbod en andere maatregelen die zijn versoepeld, dat daarmee dus niet de protocollen ook worden weggezet, maar dat juist nu de tools zijn voor de overheid om de handhaving ter hand te nemen. We hebben dus geen tijdlijn. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren voordat verdere maatregelen worden aangepast, omdat dat afhankelijk zal zijn van de ontwikkelingen na 21 februari. Maar we roepen dus de samenleving op om rekening te houden met de situaties, met situaties waarbij bij drastische veranderingen van de epidemiologische situatie wij altijd als regering ons weer zullen beraden met de deskundigen om eventueel weer strikter te gaan aanpassen. De bewindsman benadrukt dat feesten en superspreading events nog steeds verboden zijn. Hiervoor zal er volgens hem niet zomaar toestemming worden verleend. En die organisaties die van plan zijn evenementen te organiseren, altijd raadplegen met het districtscommissariaat of het ministerie van Volksgezondheid om te vernemen wat wel en niet kan en onder welke voorwaarden. Ramadin benadrukt dat de Mohana-maatregelen nog altijd in stand moeten worden gehouden. De politie zal volgens justitieminister Amoksi erop toezien dat de nieuwe maatregelen worden gehandhaafd.